Green Quest is een zoektocht naar duurzame oplossingen om meer profijt uit duurzaamheid te halen. De derde missie vindt plaats bij het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. En daar is werk aan de winkel. En wat wij de komende anderhalve maand gaan doen is een advies bedenken om het Concertgebouw te verduurzamen. En heel concreet betekent dat enerzijds de CO2-uitstoot verminderen met 40% in 5 jaar. En anderzijds de voedselverspilling ook terugdringen met 20% in 5 jaar. Caroline Gerels, boegbeeld van het project The Green Quest, de derde missie van The Green Quest. Wat vindt u ervan om boegbeeld te zijn van deze missie? Ik wist eigenlijk niet dat het zo heette, boegbeeld. Maar ik vind het wel heel belangrijk om duurzaam te zijn in Amsterdam. Het Concertgebouw is altijd heel ondernemend geweest. Het is 125 jaar geleden ook opgericht door ondernemers. En nu gaan ze 20% besparen, ook op afval, maar ook op energie. Dat vind ik heel ondernemend. En ik ben ook wethouder cultuur en economie. Dus ik denk dat het een mooie combinatie is en daarom ben ik hier graag. Ik geloof dat we als cultuuricoon een belangrijke voorbeeldfunctie hebben voor Nederland en misschien ook wel daarbuiten om een bijdrage te leveren aan een duurzamere planeet. Dat vind ik de allerbelangrijkste reden om hier aan mee te doen. En naar het zich laat aanzien zou het ook nog wel eens financieel heel aantrekkelijk kunnen zijn, maar dat komt voor ons eigenlijk op de tweede plaats. Wat is uw voornaamste opdracht eigenlijk aan het Green Team? Nou, de belangrijkste opdracht aan het Green Team is er vooral voor te zorgen dat we de beste ideeën weten te verzamelen en dan daaruit weer de allerbeste ideeën destilleren waarmee we echt concreet aan de slag kunnen gaan. Dus we proberen door dit initiatief zoveel mogelijk denkkracht te organiseren in het Concertgebouw, maar ook met specialisten van buiten en zelfs ook het publiek en ook die van leveranciers. Dus hoe meer denkkracht we in die 6 weken met elkaar kunnen organiseren, hoe groter de kans dat het ons lukt om de goede ideeën op een rij te zetten en daaruit weer de beste ideeën en de meest kansrijke ideeën te filteren. Marjan Minnesma, directeur van de Urgenda. Wat is je belangrijkste inbreng geweest tijdens deze brainstorm vandaag? Nou, bij dit prachtig mooie gebouw hebben ze al eens eerder gekeken naar wat er mogelijk is. Mijn idee is dat het toch echt oud is, oude kennis ook, dus dat ze dat zouden moeten vernieuwen. Ik denk dat er heel veel kan, want dit is een enorme energieslurper, de verlichting, maar ook de koeling, et cetera. En als je nou kijkt in Amsterdam, wat zijn de grote icoongebouwen waar je echt wat kan doen, is dit wel een van de belangrijke en grotere. En daarnaast denk ik dat ze ook heel veel kunnen doen met de bezoekers die hier komen, dus op het gebied van voedsel en water en gewoon laten zien wat duurzaamheid is en dat ook zo'n gebouw dat heel belangrijk vindt. En daarvoor gaat niet alleen het Green Team zorgen, maar ook het Nederlandse publiek. Hoe kunnen zij deelnemen aan deze Green Quest? Nou, vooral vaak en heel veel en via allerlei middelen en methoden hebben we daarvoor. Onder andere via Twitter, hashtag TheGreenQuest. Ook via e-mail kan dat, TheGreenQuest@fd.nl of TheGreenQuest@bnr.nl. En kom vooral met die ideeën. Het gaat over CO2, het gaat over afval, maar ook, kom ook met water. We staan overal voor open. Vaak is het juist met duurzaamheid zo dat als je verder kijkt dan je eigen schutting, dat je dan opeens heel veel creatieve ideeën hebt.